Het lijkt niet niets. Wist hij van die koopsompolissen toen hij bij u in dienst was? Hebt u hem dat verteld? Dat was een product van ons, dat wist iedereen bij ons. Dus hij wist er? Ja, hij wist ervan? Ja. Bij de ABN AMRO komen we er niet in. Zalm wil niet reageren. Zalm is meer dan een jaar de financiële topman geweest. En dan maakt het eigenlijk niet uit of je wist hoe hoog die provisies waren. Je bent ervoor verantwoordelijk, je had het moeten weten. En het lijkt me heel erg moeilijk verhaal dat Zalm hier met de schrik vrijkomt. Maar als Gerrit Zalm valt, hoe zit het dan met Wouter Bos? En kan Wellink dan ook blijven zitten? Vallen kortom de verantwoordelijken dan niet als dominostenen om? Trekt u ook persoonlijke consequenties uit het onderzoek als de conclusies negatief zijn voor Zalm? Ik ga niet speculeren op uitkomsten van het onderzoek. Ik zie al helemaal geen reden om te speculeren voor persoonlijke consequenties. Maar u bent verantwoordelijk, hè? Uiteindelijk ben ik voor zo ongeveer alles verantwoordelijk, geloof ik. En daar loop ik ook niet voor weg. Maar voor deze benoeming zeker? Ja, zeker. Dus ik wacht rustig het onderzoek af. Het enige dat we krijgen van Gerrit Zalm is een schriftelijke verklaring. Hij betreurt de gang van zaken en wacht het onderzoek met vertrouwen af. En in de studio nog steeds hoogleraar Financiële Economie, Sylvester Eijffinger. Meneer Eijffinger, die verklaring van Gerrit Zalm. Hij schrijft verder dat hij heeft meegewerkt aan een breed verbeteringsprogramma. En ik lees even, dat gaat onder meer om een beperking van de kredietrisico's. Daarmee pleit hij zichzelf al volledig vrij? Nou ja, dat moet blijken, want kijk, uiteindelijk komt er nu onafhankelijk onderzoek. Dat is dus hard nodig. Maar even heel cynisch misschien, hoe onafhankelijk wordt dat onderzoek? Dat hangt van de mensen af. Kijk, als ik mag refereren aan een commissie waar ik zelf in heb gezeten. Ik heb zelf in de commissie Maas gezeten. Over hoe het bankenstelsel beter en betrouwbaarder komt? Dat was een onafhankelijke commissie van 4 leden met een secretaris, 3 bankiers en 1 wetenschapper. Dus en dat kan onafhankelijk zijn, zegt u? Ja, wij hadden volledig onafhankelijk mandaat. Wij konden over alles adviseren. Dat hebben we ook gedaan. We hebben dat niet geschuwd. We hebben bijvoorbeeld geadviseerd, om even te corrigeren wat er gezegd is, dat tot nu toe werd er altijd alleen maar op integriteit getoetst van bankiers. Wij hebben gezegd, dat is niet voldoende. Je moet niet alleen op integriteit, je moet ook op deskundigheid toetsen. En als we dat laten betrekken op Gerrit Zalm, was misschien een prima minister van Financiën, maar ben je dan ook een goede bankier? Zo is het. Kijk, bankier is een vak. Dus met andere woorden, dat geldt voor bestuurders, maar dat geldt ook voor commissarissen. Maar twijfelt u aan zijn positie dan? Nou, laat ik zo zeggen, het is natuurlijk uitermate capabele financiële man. Dat is het punt niet. Maar bankieren is iets anders dan de financiën beheren van een land. En wat dus heel belangrijk is, is dat je op een zeker moment ook de competenties, of het nou de bestuurders is, in dit geval een CFO-functie, of de commissarissen, dan moet je gewoon zorgen dat er voldoende competentie is in zo'n raad van bestuur en raad van commissarissen. En dat was natuurlijk niet het geval. Ja, dus een verkeerde inschatting geweest, achteraf gezien misschien, dat Gerrit Zalm zo goed zou zijn? Nou ja, kijk, uiteindelijk, op dat moment, toen de Nederlandse Bank die verklaring van geen bezwaar moest afgeven, toen kon ze niet anders dan op integriteit toetsen. En nu, per 1 januari 2010 komt die code banken in werking. En dat betekent dat men niet alleen op integriteit, maar ook op deskundigheid toetst. Nog 2 andere, Wouter Bos, Noud Wellink. Ik vind, nou ja, laat ik zo zeggen, beide hebben volgens mij hun uiterste best gedaan om... Is dat zo? Dat wanbeleid is toch al lang bekend, meneer Eijffinger? Nee, maar ze hebben echt dat... Kijk, dat onttrekt zich aan onze waarneming, maar ik denk dat ze zo'n beetje alle banken in Nederland gehad hebben om op een zeker moment dit probleem op te lossen op een wijze die voor de mensen die dus verplichtingen hebben, maar ook spaardeposito's. Maar waarschuw klanten dan eerder of laat ervoor zorgen dat die producten niet meer verkocht mogen worden? Ja, maar dat kan dus niet. Op het moment dat maar dan moet een nieuwe wetgeving komen. Nee, maar op het moment dat je waarschuwt, organiseer je al een bankrun. Ja, dan moet je zorgen dat die producten überhaupt niet verkocht worden. Dat is wat anders. Daar heeft u gelijk in. Maar dat is eigenlijk de verantwoordelijkheid niet van de Nederlandse Bank, maar de Autoriteit Financiële Markten. Die doet het gedragstoezicht. Dus die controleert op een zeker moment of bepaalde producten in orde zijn. En in die zin had u inderdaad kunnen zeggen, ja, die producten die hadden gewoon eerder tegen het licht gehouden moeten worden door de AFM. En nu het DSB opknippen en bij verschillende banken onderbrengen? Ja, dat gaat gebeuren helaas. En dat betekent dus helaas voor de mensen die dus gewoon verplichtingen hebben in hypotheken en verzekeringen. En voor personeel. Dat is een hele bittere pil. En die worden er niet beter van. Die mensen die dachten dat er een oplossing gevonden was. En door eigenlijk die oproep van de heer Lakenman is die lawine gaan schuiven. En is eigenlijk de oplossing voor iedereen slechter geworden. Ik dank u wel. Sylvester Eijffinger. Graag gedaan. Tot zover ook Netwerk voor vanavond. Als u meer wilt weten, kunt u terecht op onze website netwerk.tv. We zijn er morgen weer. Hele fijne avond nog. Dag. Ding, ding.